het nieuws van Henny Vrienten. Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedaan? Ja, onmiskenbaar het geluid van Doe Maar, de band die in de jaren 80 muziekzalen op zijn kop zette. Vandaag werd bekend dat Henny Vrienten is overleden, 73 jaar oud. De voorman van Doe Maar, maar ook de man die in de jaren daarna een groot componist bleek te zijn van filmmuziek. En die al ongeprezen solo-albums maakte. Is dit alles? Is dit alles? Het ging er de laatste jaren een stuk gemoedelijker aan toe tijdens optredens van Doe Maar. Begin jaren 80 is dat wel anders. Een deel van het Pinkpop-publiek moet niets van Doe Maar hebben. Ze is van mij. Maar onder jonge meisjes is de band razend populair. Een tiener-idool tegen wil en dank. Hoe hecht de band ook is, ze gaan ten onder aan hun eigen succes. In zekere zin is het ook jammer. Ik bedoel, zo'n bandje krijg je natuurlijk nooit meer bij elkaar. Maar ja. Eenmaal solo scoort Vrienten een hit samen met Herman Brood. Als je wint, nooit meer één. Er volgt een leven buiten de schijnwerpers, maar hij is productiever dan ooit. Vrienten componeert meer dan 60 soundtracks voor documentaires en films, waaronder De Ontdekking van de Hemel. I want to go to the center of the center. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En in 2000 komt er een nieuw album en gaan ze weer het podium op. Met veel succes, ze staan 18 keer in Ahoy. Met zijn vrienden Boudewijn de Groot en George Kooijmans gaat hij optreden onder de naam Vreemde Kostgangers. Maar als Kooijmans ziek wordt en ook Boudewijn de Groot besluit te stoppen met optreden, houdt dat op. Een maand voordat Vrienden ziek wordt, kondigt hij het definitieve einde van Doe Maar aan. We hebben nu net besloten dat dit de laatste reeks Doe Maar concerten is. Die tour kwam er dus niet meer. Het laatste decennium maakte hij 3 autobiografische albums waarvan de titels zijn motto vormden. En toch, het ene. Het tweede was Alles is anders. En de derde is Tussen de regels. Dus eigenlijk 1 zin, hè. En toch is alles anders tussen de regels. Dat is mijn levensblik, zeg maar. Henny Vrienten, de grote aanjager van het succes van Doe Maar, zegt popkenner Leo Blokhuis. Doe Maar bestond al voordat Henny erbij kwam, maar toen Henny bij Doe Maar kwam, ja, toen is het de grote band geworden zoals wij ze kennen. Toen is het het enorme succes geworden wat Doe Maar uiteindelijk gebleken is. En dat heeft heel veel met Henny Vrienten te maken. Hij heeft die band toch wat vriendelijker gemaakt. Met Henny was het net eventjes wat pakkender. En dat kunnen deze vrouwen beamen. Ja, je hele jeugd, wat zij al zeiden, was Doe Maar. Maar ook mijn familie, mijn moeder, mijn broer, ons hele huis was Doe Maar. Ja, het is echt een icoon en Doe Maar is zo'n belangrijk deel in ons leven geweest. Vooral in onze jeugd. Onze hele jeugd bestond uit kopen wat je over ze kon vinden, buttons, tijdschriften, platen, alles. Het is echt een heel erg goede muzikant, kon arrangeren ook. Echt heel knap. Ik vind het eigenlijk nog leuker om te weten dat hij heel veel van die Sesamstraat en Klokhuisliedjes gemaakt heeft. Ik van jou een nieuwtje mee. Is dat goed, oma? Oké. Vanavond om 21:15 op NPO 3 en om 12:05 op NPO 1 extra uitzendingen over het rijke muzikale leven van Henny Vrienten.